We zijn hier vandaag op de basisschool en je hebt hier een beetje voorgelezen. Maar uit welk boek heb je voorgelezen? Nou, ik heb voorgelezen van het eigen boek. Dat is Oei de Opladen. Dit boek is geschreven door een collega van mij. Is geïllustreerd. Het is ook overigens het tweede exemplaar. En we hebben 5 jaar geleden al Oei de Taart gehad. En dit is dus deel 2, dus Oei de Opladen. En ja, dat is eigenlijk gewoon een heel leuk, spannend avontuur om te vertellen. Tenminste, aan de leeftijd van de kleuterklasse waar ik hier vanochtend ben geweest. Maar er zit ook nog iets educatiefs in. En de titel verklapte dan een klein beetje. Oei de Opladen gaat in op het gevaar van opladen van, nou, in dit geval, een tablet. Dus we proberen eigenlijk, behalve een heel spannend avontuur, ook iets mee te geven aan die kinderen. Nou, dat is dus, let op als je een apparaat gaat opladen. En waarom is het dan zo belangrijk dat kinderen ook nu al leren over brandgevaar? Ja, onze filosofie is, hoe eerder je daarmee begint, hoe eerder dat er ook in zit. Ik denk 20 jaar terug wist geen enkel kind wat een rookmelder is. Nou, volgens mij hebben we heel hard aan de weg getimmerd dat zelfs kinderen nu weten wat een rookmelder is. Nou, dat is dan geen gevaarsaspect, maar dat is wel een belangrijk aspect in het veiligheidsbewustzijn, daar waar het gaat om brand. Ja, en denk je dan dat met een kinderboek dat het dan helpt? Ja, dat denken wij wel. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Ook al zouden er kinderen zijn die het niet oppikken, dan hebben ze in ieder geval een leuk verhaal gehoord. En het zijn nu de voorleesweken, of ja, de voorleesweek. En is dit de enige basisschool waar jullie langs gaan? Nou, ik ken de precieze getallen niet. Ik weet wel dat er heel veel aanvragen zijn geweest. En gelukkig zijn er ook heel veel collega's van mij die inderdaad op dat moment een basisschool bezocht hebben. Voor de basisscholen waar geen collega voor is gevonden. Elke basisschool in Twente die heeft een exemplaar van dit boek gekregen. Zodat ze alsnog voorgelezen kunnen worden. Maar dan door iemand van niet van de brandweer. En dan misschien ook wel belangrijk. Vond je het een beetje leuk? Ja, super. Het is hartstikke gaaf. Ja, die vind ik echt leuk om te doen. Ik wil het volgend jaar wel weer doen.